In 2014 viert de Renault Espace alweer zijn 30ste verjaardag. En in die 30 jaar tijd heeft Renault precies 4 generaties van het ruimtewonder geproduceerd. We rijden nu in die laatste generatie en die auto is alweer bijna 10 jaar oud. Dat is, ook in de huidige tijd, een behoorlijke respectabele leeftijd. Maar daar zit wel een reden achter. 2009-2010 had Renault de 5e generatie Espace gereed. Maar de crisis stak er een stokje voor en Renault besloot om die auto niet op de markt te brengen. Dat betekent dat de huidige Espace nog wat langer mee moest. Nou, er wordt aan een nieuwe Espace gewerkt. Dat is niet die auto uit 2009-2010, maar men gaat van een compleet nieuwe basis uit. Auto zal ook qua concept wat veranderen. Maar dat betekent dat tot die lancering de huidige Espace nog mee moet. En de vraag is natuurlijk, een auto van 10 jaar leeftijd, kan die nog mee in de huidige tijd? We rijden hier in de nieuwste oplage van die vertrouwde Renault Espace. En dat nieuw is aan het front direct te zien. Renault heeft een facelift toegepast waardoor de auto aansluit bij de nieuwste producten zoals bijvoorbeeld de nieuwe Clio. Het grote Renault logo in het midden, zwart omlijst en een verbindingsbalk in zwart ook tussen de koplampen. Dat is het beeld wat Renault binnen haar hele programma gaat doorzetten en dat betekent dat die vertrouwde Espace, die duidelijk van een generatie ouder is dan de meeste andere modellen binnen het merk, toch weer keurig netjes mee kan. Wat ook duidelijk te merken is, is dat deze auto nog prima mee kan als we kijken naar het comfort. In Nederland wordt alleen ook de Grand Espace, de lange versie, geleverd. Dat betekent een auto met een forse wielbasis en dat is natuurlijk op lange ritten heel erg plezierig. 6 tot 7 personen kunnen probleemloos zitten, kunnen alle ledematen kwijt en genieten ook van dat comfort. Dus wat dat betreft voldoet de auto nog steeds aan de normen die binnen dit segment van grote ruimtewagens wordt gesteld. Een segment overigens dat aanzienlijk kleiner is qua belang. En dat komt omdat de middenklasse ruimtewagens, zoals bij Renault bijvoorbeeld de Scenic, uitgegroeid zijn tot veel grotere auto's en aan met name gezinnen voldoende de mogelijkheden bieden om daar alle mensen en bagage in kwijt te kunnen. Dus die grote ruimtewagen is eigenlijk niet meer zo nodig in de huidige tijd. Technisch heeft Renault aan de Espace ook nog een paar dingen veranderd en dat is onder andere te merken aan de dieselmotor die een stukje zuiniger is geworden en door de gunstigere CO2-uitstoot net een prijsvoordeeltje kan behalen. De vernieuwde Espace is zodoende verkrijgbaar vanaf net geen 42.000 euro en daarvoor levert Renault de 170 pk sterke 2 liter benzine turbomotor. Daarnaast een aantal uitvoeringen van deze 2 liter DCI diesel, 150 pk, met of zonder automaat en als topper een 175 pk versie die altijd met automaat wordt geleverd. Een fijne motor die behoorlijk stil is, voldoende krachtig en dan lijkt 2 liter qua cilinderinhoud voor een dergelijk grote auto als de Grand Espace aan de bescheiden kant, maar dat is in de prestaties absoluut niet te merken. Het design van die Espace, de basis, het grote glasoppervlak, dat is duidelijk van een generatie terug. Maar op het moment dat je met de auto op pad gaat, blijft het comfort zo de boventoon voeren dat die Espace nog rustig even toe kan totdat Renault in 2015-2016 met de opvolger verschijnt.